就行了。Don't wanna be second best. Don't wanna stand in line. Don't wanna fall behind. Don't wanna get caught out. Don't want to do that. Oh, and the lesson I must learn is that I've got to wait my turn.Looks like I gotta be hot and cold, gotta be tired and old, got to be... Ladies and gentlemen, what's the problem? We weten niet waar we moeten zijn. Dat ben jij. We moeten naar nummer 3, maar... Waar moeten we zijn?Ik heb eigenlijk geen rode deur. Kijk, gaan we de deur. Oh, die. Wauw, het is wel makkelijk. Nee, jongens, we zijn er. Even gelijk bij je. Hey Melvin. Ja. Hey, wat is er nu gebeurd, hè? Vertel. Ja, we zijn bij die universiteit. En wat doen ze daar? Eerst het ontgroen natuurlijk en dan... jacket vormen en uiteindelijk... je kunt het doen wat je wil doen. Als je actief wil worden in een vereniging, kun je actief worden. Dat wil je niet. Dan kom je gewoon een biertje drinken of een frisje. En wat voor verenigingen worden er dan zeg maar, georganiseerd? Wat voor ontgroeningen? Worden er waar georganiseerd? In het vrouwenhuis of in het mannenhuis? Nou ja, een ontgroening... Wie jij ontgroen? Ja, ik ben lid van de vereniging. Ik ben alleen niet lid van de score, ik ben lid van de vereniging. Ik ben niet zelfs, ik ben niet om... Dat is internationaal sociaal-economisch onderzoek. Daar zitten allerlei docenten. En hier zitten vooral werkgroeplokalen. En daarboven is ook nog een hele studieruimte. Dus dit is ook een studenten area. Deze kerk is 112 meter.
82. Wow. Zo. Hier in het midden stond eerst nog het schip van de kerk. Alleen dat is door vernielingen. En door vernielingen tijdens het protestantisme weggevaagd. Het was vernietigd. Geboef. Ja, vernietigd. En ook tijdens een tornado. Ja, tijdens een tornado in 1274 is een groot deel van deze kerk verwoest. Ja. De filmverbod, ze kunnen niet alles filmen en ze doet de laatste beelden van bij het Centraal Museum. Vlammen zwaaien. We zullen vertellen hoe het goed was. Oké. Okay. Ja, we komen net uit het museum, het Centraal Museum. En er was een tentoonstelling over de, die heette Script. En het ging over de mode en meubel en klerenmode. Onder andere van Rietveld, zijn beroemde Nederlandse designer. En daar kon je ook stoelen van zien en allemaal Let's go.